Rob van Stolk. Ik vind het leuk, jullie vinden het leuk. Ik ben Kyle en ja, dit is al nummer 4. Dus in ieder geval, ik heb hier heel veel zin in. Leuke dag vandaag. Ik heb een fotoshoot samen met de enige echte Paul Raats. Dus ik ben heel benieuwd. Hij maakt hele vette foto's. En ja, we gaan een mooie middagje hebben maken. Nou Paul, vind je zelf erg in beeld komen? Hey, leuk joh. Kijk, dit is Paul. Ik ben Paul. En we gaan een mooie fotoshoot van maken. We gaan een hele leuke middag doen. Samen met Leon. Hoi. En genoeg spullen mee. Tokyo vlag. On the road to Tokyo. Terwijl wij hier wat mooie foto's gaan maken, is Femke Heemskerk bezig met zwemsport. De toekomstige zwemkampioenen even wat les geven. Nou, we zijn druk bezig in het zwembad. Lampjes neergezet. Dikke kamer. En ja, het worden wat vette foto's. Echt heel vet. Hele vette beelden aan het maken, echt heel vet. We hebben net wat foto's gemaakt gewoon van de start. Met een helemaal mooie Japanse vlagje. Een ventier. En nu gaan we verder met Blacklight. Heel benieuwd. Oké, dus take one van de Blacklight. Ja, dit is een Blacklight, komt hier. Boom. Boom. Oh, ze hebben high speed. Oh, sorry. De high speed eraf. Ja. Komt ie. Zo'n paarse flits. Dat is een paarse flits. Bij de andere. Vet. Blacklight lampjes. Stifte. Yes, we check. Kom maar. Mooi.
zijn klaar met het zwembad. We hebben ons weggevonden naar SX-gebouw. Het ene van de bunker. Waar we dus vervolgens weer gaan filmen. Of foto's opnemen. Het is 6 uur, de bel is gegaan. Dopingcontrole voor de deur. Hoort er ook bij. Oké, dus ik ben net klaar met een dopingcontrole. Ik werd om 6 uur mijn bed uitgeroepen om dan, ja, voor een dopingcontrole. Hoe dat zit, wij moeten als topsporters, moeten we elke dag moeten we een uur tijdstip aangeven waarbij ze ons dus kunnen vinden. Dus, of daar is in de zwembad, school, maar je moet daar zijn op dat tijdstip. Als je dat mist, of je hebt het verkeerd ingevuld en je bent er niet, telt het als een gemiste test. En bij 3 gemiste testen is het een dopingovertreden en dat kan leiden tot een 2-jarige schorsing. Dus dan mag je niet bij de bond trainen, geen wedstrijden zwemmen, zeker geen internationale wedstrijden. Dus het verpest eigenlijk heel je planning. Dus die proberen we te vermijden. Dat is binnen 365 dagen, dus een jaar, geen 3 testen missen. Punt. Hoe de test in elkaar zit. Man klopt aan, komt binnen, hoor ik de dopingcontrole. Nou, top. Vervolgens moet je alles gaan invullen qua geboortedatum, naam, ID. Dus met je rijbewijs moet je jezelf kunnen bevestigen dat jij het bent. Coach, alles moet je invullen, al je medicijnen, al je supplementen. Akkoord, vervolgens kies je een beekje uit. Daar moet je in plassen. Het moet minimaal 90 milliliter zijn. Dat is eigenlijk het einde van de dopingcontrole. Dan ga je weer alles controleren. 2 keer zorgen dat alles goed is. En dat is het gedag en gaat hij naar huis. En soms kan het een half uur duren, soms kan het een uur duren, soms kan het 3 uur duren. We doen het ook heel vaak tijdens wedstrijden. Dus vaak in de finale wordt er random, tussen plek 1 en 8, wordt er iemand geloot. En die kreeg dan het geluk om voor de dopingcontrole te gaan. En ja, tijdens de wedstrijd heb je zoveel adrenaline, spanning en je bent zo vaak naar de wc geweest en je hebt zoveel gedronken dat het bijna nooit goed gaat s'avonds laat. Dus ja, dan moet je nog een keer totdat het goed is. En dat kan soms tot 11 uur duren. Maar ja, hoort erbij en dat is onderdeel van topsport. Dus ja, doping free en say no to drugs. Nou, party people. Het weer is flink veranderd. Lekker afkoelen, hebben we nodig. Typisch Nederlands weer.
Dus ja, einde van het weekend, einde van de week, einde van de vlog. Bedankt dat jullie hebben gekeken. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie de moeite voor doen. En vergeet niet te abonneren, reageren, delen, liken. Zorg dat mensen ook de vlogs kunnen kijken. Dus dat is belangrijk, dat is echt heel leuk. En het gaat helemaal los. Het is fantastisch, het is echt heel leuk. En ja, geniet van je week en zie je nog wel, krokodil.